Ja, dit is de allereerste video met mijn EOS 600D. En dan zullen jullie denken van, hey, er klopt iets niet. Maar ik wil zeggen, dit is de allereerste video die ik ga uploaden op mijn nieuwe laptop. Jawel. Die andere is helaas kapot gegaan. En er was helemaal opeens niks meer aan te doen na, ik denk, ruim 6 jaar of 7 jaar. En wat is dit nou weer? Jongens, ze hebben een heel nieuw pad gemaakt na de uitkijktoren. Wow, jongens, alweer een verandering in het bos. En kijk eens, al die sporen van die herten. Ze zijn nu al zichtbaar. Heel gaaf. Jongens, kijk eens, ze gaan een heel nieuw pad aanleggen. Dit was er van de week nog niet. Of beter gezegd, een paar dagen terug was dit er nog niet. Oh, jongens. En de uitkijktoren heeft ook al de eerste regenbui overleefd. Nu ziet hij er zo uit. De kleur is gewoon iets veranderd. Kijk maar. Dat gaat best wel snel. Jongens, wat is dat? Jongens, daar staan schapen in het bos. Oh, dan gaan we ze dadelijk even kijken. Even kijken of dat zie je. Jongens, hier hebben ze ook iets nieuws gemaakt. Zie je dat? Ze hebben een soort van plateau gemaakt. En ze hebben hem zo tien... Ja, ze hebben hem een heel stuk uitgediept. Zie je dat? Dat is wel mooi dat ze dat gedaan hebben. Heerlijk, wil ik eigenlijk bijna zeggen. Jongens, kijk eens naar die uitkijktoren. En daar staan ze dan. De schapen. We gaan er toch even kijken. Oh, jongens, het is een hele kudde. Kijk eens even, helemaal tot erachteraan. Dat is wel gaaf. Ik weet niet of ze bang zijn. Ja, eentje blijft er staan. Oh, jezus. Ah, ze hebben het ook al afgezet met schrikdraad, zo te zien. Even kijken, ja, het is helemaal afgezet. Nee! Jongens, kijk eens hoeveel dat er zijn. Ja, je hoort het, ze geven een geluid. Ram! Gaaf, jong. Jongens, wij gaan eventjes in de uitkijktoren kijken. Volgens mij is dat nou de vijfde keer dat ik hier kom, vierde of vijfde keer. Heel gaaf. En je ziet, ze hebben er met een soort van trekker gereden. Even kijken wat ze nou allemaal nieuw gemaakt hebben. Ze hebben dit pad... Hebben ze nieuw gemaakt? Dat weet ik, want daar ben ik net via gekomen. Ze hebben dit nieuw gemaakt en daar staan schapen. Dus dat is ook al geinig. Je moet via deze kant erin. En voor de rest kan ik hier op het moment niks nieuws herkennen. Ja, die boom die lag er volgens mij niet, maar dat weet ik niet zeker. Nou, we gaan er van naar boven. Kijk, nu zie je wel dat die gebruikt is. Zie je dat? Want nu ligt er zand op. Jongens, ik ben zo blij dat ik weer video's kan uploaden. Hè? Oh... Ik dacht heel even van, oei, nu zit ik bijna 7, 8 dagen zonder laptop. Maar ik denk, ik heb het binnen 1,5 dag, zeg maar, heb ik gewoon weer een nieuwe aangeschaft. Ik denk, ik ga absoluut niet zonder zitten, hè? Vooral niet met zoveel video's. Jongens, kijk eens, het nieuwe pad. Heel mooi. Ik heb niet zo'n hele dure gekocht en ook met een iets kleinere scherm helaas. Maar op zich, ja, je moet gewoon je keuzes maken. En ja, bij de 2000 abonnees, dan gaat die professionele zoomcamera komen. Dus dat was wel even schrikken toen mijn laptop opeens bom kapot ging. Ik denk van ja, maar met mijn oude laptop, daar kan ik niet in 4K opnemen. Dus ja, aan de ene kant is het eigenlijk ja, wel goed. Klinkt misschien een beetje raar dat die kapot is. Want nu kan ik gewoon de video's overschrijven dan hè, naar 4K. Heel gaaf. Oh jongens. Best wel een gestress eigenlijk, want nou is Google Earth met honderden markeringsplekken, die is ook verwijderd. Of ja, kapot eigenlijk. Dus ik hoop dat ik dat op de een of andere manier terug kan zetten, dat ik je harde schijf uit die laptop haal en dan overzet. Ik denk wel dat dat mogelijk is. Maar goed, daar ga ik over een paar maanden pas mee bezig, denk ik. Daar staat mijn hoofd nou even helemaal niet naar. Ik wil veel video's opnemen. Jongens, dit is het resultaat, kijk eens even. Heel gaaf. Net stond die hele kudde stond gewoon hiervoor en nu zijn ze weg. Het gaat best wel snel. Toen ik hierheen kwam, toen had ik het koud. Het was best wel fris en nu ik hierboven sta, heb ik het weer te warm. Jongens, wat is er aan de hand? Oh, dit is zo mooi, hè?
Jongens, wat denken jullie? Schrijf even iets onder de video. Wat zullen ze hiervan doen? Zullen ze dit van beton gaan maken of denk je dat ze dat zo laten? Ik denk wel dat ze dat zo laten. Ik kan me haast niet voorstellen dat ze dit... Waarom zouden ze dit stuk van beton gaan maken? Terwijl dat ook al een zandpad is. Nee, ik denk dat ze dit gewoon zo laten. En we zullen het zien. Ik kom hier nog wel vaker. Even kijken, wat hebben ze hier dan gedaan? Ach, ze hebben er met de vingers aan gezeten volgens mij. De kids of niet? Ze hebben het ook helemaal tot bovenaan gemaakt. Of geprobeerd. Oh jongens, dat stond er nog niet. Nu weer wel. De eerste tekenen van de mensen is al gemaakt. Ach, ik denk dat ze voer krijgen van de opzichter of iets dergelijks. Of van de herder of wie dan ook. Want hier staan duidelijk bakken met water. En ze zijn nu allemaal daar achteraan heen gelopen. Dus ik heb zelfs zo'n vermoeden dat daar iemand staat. Wat mijn camera dus net niet kan pakken. En die ze dus eten geeft. Oh jongens. Heel gaaf dit. Ik heb het hier nou wel gezien. We gaan weer naar beneden. Voorzichtig dit keer, joh. Het blijft altijd een mooi geluid, hè, zo'n trap aflopen. Ik ben er nog steeds niet achter wat de naam van deze uitkijktoren is. Maar daar kom ik binnenkort nog wel achter, waarschijnlijk. Of hij heeft gewoon geen naam, dat zou ook kunnen. Dat lijkt me sterk, maar goed. Op Google Earth is die nog niet te zien, dat snap ik ook wel. Die boom die daar laatst afgebroken was, die was wel te zien. Maar je ziet het, die hebben ze dus juist weggehaald. Of die grote dikke stam, zeg maar, die daar afgebroken is. Jongens, kijk eens even. We zijn er weer bij de mini uitkijktoren. Jongens, ik zit eigenlijk gewoon te wachten totdat het water aangaat. Want dat trekt natuurlijk beesten aan. Is ook wel heel mooi. En wanneer ze dat doen, weet ik niet. Maar ze hebben dit gewoon een heel stuk verder uitgekrapt, zeg maar. Met een soort machine. En dit is het resultaat. Nou kan er veel meer water doorheen. Gaaf, jong. Jongens, die buis die loopt helemaal tot de achteraan. Tot aan de andere boswatervijver. Je ziet het ook hier. Is het helemaal geel van de paardenbloemen. Wat ik nu wel ga doen is dat ik de video's, er komen waarschijnlijk meer video's. Want ik wil die laptop eigenlijk een beetje schoon houden. Als ik de video's op mijn laptop heb staan, dan wil ik ze ook diezelfde avond op YouTube knallen. Om, om ze dan weer te wissen, zeg maar. Dus dat is ook wel kicken. Nou ja, ze staan helemaal erachteraan, zie je dat? Wow. Ja, dan gaan wij deze weg helemaal aflopen. Daarachter heb je een auto weglopen en daarachter loopt het helemaal tot... 94 meter hoogte en dan gaan we ze dadelijk eventjes weer aan sport doen, want ik heb nog wel weer te lang binnen gezeten. Dus we gaan weer even een heel groot stuk lopen. Dus ik denk wel over de 10.000 stappen weer. Dus dat is ook wel gaaf. En kijk eens hoe mooi groen het allemaal is geworden. Jongens, onze bosseenden zijn er weer. Ja, op zich filmt deze camera ook wel heel erg mooi. Vinden jullie niet? Graag jong. Ja, dat duurt denk ik niet al te lang meer. En dan zitten hier weer kikkervisjes in. Jongens, vis, vis, vis. Ik weet niet of jullie het op beeld zien. Hele kleine visjes heb ik net gezien. Dat is ook wel gaaf. Maar goed, daarmee ga ik de vlog weer beëindigen. Ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer. Doei!